Hallo allemaal, welkom bij Cineac TV. We beginnen met een stukje van Koen en Marco. Die gingen kijken bij het Luxo Theater. Bij het Kamarette Festival kronen we de koning van de lach. Maar kunnen die grappenmakers zelf wel lachen? Meneer Van der Wouw, mag ik een glimlach van u? Waar zitten uw lachspieren? Hier, zo een beetje onderin je buik, hè? Daar zitten ze. Heeft u een favoriet vanavond? Ja, ik ben heel, heel subjectief. René van Weurs. Ja. Was u ooit de koning van de lach? Nee, nooit geweest. Nooit geweest. Helaas. Dank u wel. Maar ik ben nog jong, hè, dus het kan nog zo wel lukken. Wie weet over 10 jaar. Oh ja, maar daar ben ik helemaal niet. Nog niet, een ongekroonde koning ben ik. Hoeveel vingers steek ik op? 1. Is dat uw favoriete vinger? Nee. Het is wel het Kamarette Festival, dus het kan ook... Oh, tuurlijk. Oh ja, god ja, jeetje. Je zit er veel dieper in dan ik, merk ik al. Ik heb net alles helemaal losgelaten. Ik heb een half uur gespeeld en dat vond ik heel fijn. En nu dacht ik kan er niks meer aan doen, dus ik laat het gewoon. Mag nog een big smile van u? Hoe big is big? Hoe slap is uw lach? Niet zo slap. Aan het begin wel. Ik begin dan heel erg met en dan komt op een gegeven moment wordt het heel harder. Veel harder. We zijn op zoek naar de nieuwe koning van de lach. Is dat iets voor u? Moet je denk ik bij Martijn Koning zijn. Martijn Koning? Ja, die heeft een goede lach. Tenminste, wat ik gezien heb daarvan. En Farbod, die heeft ook een ontzettend goede lach. Die begint ook zo hijgend, maar daarna wordt het heel ontzettend hard. Kunt u lachen om uzelf? Ja, als af en toe. Soms heel zelden eigenlijk. Nee, nooit. Wij zijn op zoek naar de nieuwe koning van de lach. Hoe staat het, denkt u? Ik heb hem gemist. Ik dacht al, waar was die? Maar ja, bedankt voor het terugbrengen. Staat hij mij? Heel mooi. Ja, dankjewel. Vraag aan een willekeurig Iraans kind hoe oud hij is. Een grote kans dat hij dan zegt... Ik ben 14. Ik weet niet hoe ik aan deze baard kom, maar ik ben 14. U moet mij geloven. Kind staat te zeuren. Mama, mama. Mama is in gesprek. Ga maar lekker buiten spelen. Ik kom zo eraan. Mag ik u kietelen? Ja. Hoger. Ja, dat doet eigenlijk niks. Wat maakt u wel aan het lachen? Oh, ik ben heel moeilijk aan het lachen te krijgen. Ik heb een heel leuke vriendin. En daar lacht u mee? Ja. Het zijn de dingen waar ik zelf niet van snap wat er aan te lachen valt, waar ik om moet lachen. Heeft u vanavond nog gelachen? Nee. Wij zoeken de nieuwe koning van de lach. Bent u het? Nee. Dank u wel. Het is de eerste keer dat ik moest lachen. Wat doet u zelf het liefst? Lachen, gieren of brullen? Dan denk ik dat ik toch het liefst lach. Kunt u even een demonstratie geven? Van lachen? Ja, dat kan wel. Wij zoeken de nieuwe koning van de lach. Denkt u dat u er klaar voor bent? Ik wacht op het verdict van de jury, maar wie weet. Maar dit kroontje mag ik van je houden? Nee. Oh, okay. Nu of zometeen? Nu of zometeen wat? Dat vraag ik aan u. Deze vraag moet je toch echt even specificeren. Want anders... Nu is niet het... Dat is mijn programma, ja, dat klopt. Ja. Ja, nee, dan... Dat weet ik dan. Ja, precies. Nee, dan, als ik nu, dan zeg ik natuurlijk nu, ja. Sorry, nerdy, hè? 1, 2. Dikke vette blender. En smet op je bordje. Voor nu, voor straks, voor altijd. Tijd. Dikke vette blender. En smet op je bordje. Tot in de eeuwigheid. Ging lekker, hè? Proef
is nog een beetje faalangst. Hier en daar. Maar het rammen er wel uit. We hebben nog 30 coupletten. Transgenders in heel Nederland en de hele wereld. Bedankt! Wat is uw favoriete vinger? Mijn duim. Ja. Naar boven of naar beneden? Ligt eraan in welke situatie. In het midden vind ik altijd wel mooi. Kunt u even een demonstratie? Ja, vind ik mooi. We zijn op zoek naar de nieuwe koning van de lach. Die is er al.